Ik zou zeggen, het is nog 2 jaar voordat het zover is. Maar 2 jaar is helemaal niet zo lang die we nog te gaan hebben. Want ja, als je goede ideeën en initiatieven hebt, die moeten die allemaal uitgewerkt worden. En er komt natuurlijk ook nog bij dat ze ook allemaal nog in zekere zin op een bepaalde manier ook nog gefinancierd moeten worden. Dus daar is ook allemaal nog tijd voor nodig. En ideeën en initiatieven moeten ook uitgewerkt worden. Dus wat dat betreft denk ik dat het geen overbodige luxe is dat nu in 2020 toch de aftrap gaan doen. Ik zeg altijd wel eens, de enorme samenhang in onze gemeenten en dorpen, die is enorm groot. Boerden is echt een evenementenstad en, met ongelooflijk veel vrijwilligers en initiatieven. En het is mooi om te zien dat u allemaal, want anders zat u hier niet, ook bereid bent om met ons mee te gaan denken over hoe we 650 jaar stadsrechten gaan vieren. En ik weet haast wel zeker, als ik ga vragen wie dat heeft meegemaakt, dat dat er 1 of 2 vingers zijn. Ja, daar kon ik, ja, zien. Oh nee, dan nog veel meer. Dat zijn toch wel, ja. En toch eens even horen of er mooie herinneringen zijn. Welke herinneringen had je daarvoor? Ja, dat val ik aan de spit. Bourgondische feest. Bourgondisch feest, oké. Okay. Laten we even wat vingers zien van wie het heeft meegemaakt. Wat was uw herinnering? Nou, de verklede mensen op straat, dat vond ik wel heel geweldig. Alle dagen? Nou, als ze alle dagen zo liepen, dat geloof ik niet, maar dat vond ik wel, dat is bij mij blijven hangen, maar ik was naar een jochie toe. En u? Ik was hulpje bij Brandweer en zij verzorgden de Breugeliaanse feest. En ik had de eer om mee te mogen helpen tappen van die mooie stenen pulletjes. Ja, zie je het? Drankje. Wat zijn uw herinneringen? Nou, ik ben er ongeveer 365 dagen bij geweest. Ik ben volgens mij nog steeds het avontalen van die tijd. Maar het is een geweldig, geweldig feestfeest. Al die boerderijen die bij betrokken waren, allemaal in historische kleding. Elk weekend was het al wat het ergens te doen. Het was echt boerderwaardig. Boerderwaardig, maar wat maakt het nou zo boerderwaardig? Als je dat zo moet omschrijven, wat is dat dan, dat boerderwaardig? De samenwerking met alle organisaties bij elkaar natuurlijk. De betrokkenheid van alle boerderijen bij dat feest. Iedereen deed mee. Groot, klein, dik, dun, lang, kort, arm, rijk. Iedereen deed gewoon mee. Dat is in ieder geval ook voor nu een uitgangspunt. Dit is eigenlijk, daar wil ik mee starten. Dit is, in 2022 is het zover. Dan zijn we 600 jaar stad en dat gaan we uitbundig vieren. 650. En dat wordt hem. Dus we hebben een logo laten maken. Met de anatome, de boerenlijst, de 2 W'tjes. Woede, 650 jaar stad, wat eigenlijk heel erg chic is, misschien wel onwoedend chic, maar met al die wiebertjes erbij, wat weer terugkomt in het logo, maken we er een, toch iets feestelijks van. En ja, ik moet deze nog even laten zien, woede wijs, de 2 W's, we gaan dat verbinden met elkaar, nou, zo komt hij terug. En dus wij hebben allemaal leuke ideeën erbij, maar dat moeten jullie natuurlijk ook nog verder doen. We gaan dus de stad aankleden, alle dorpen, alle kerken met mooie vlaggetjes, de W'tjes. We gaan alle gebouwen gaan we voorzien van confetti. We krijgen allemaal confetti in de stad. Nou ja, reclameborden. Je moet er zo uitzien. Het zijn allemaal voorbeelden, hè? We moeten nog verder werken. Nou ja, flyers, posters. Met het logo, met de mooie wiebertjes erop. Tasjes, ik zie ze al open, jullie. Ja, in de trein in Utrecht zie ik allemaal mensen met ik ben wijze boeren tasjes met de wiebertjes erop. De speltjes. We hadden al gehoopt dat we vanavond al hadden, dat we allemaal zo'n mooi 650 jaar speeltje hadden. Ja, wat kun je er nog meer mee? We willen natuurlijk ook dat ons logo op de bedrijven komt, die ons sponsoren misschien wel. En hoe kun je dat mooi verbinden? Door een 650 logo ja, naast je bedrijfslogo. Klein, niet opvallend, niet een hele grote schreeuwerige pagina op je website. Maar dat kan ook bij verenigingen. Bijvoorbeeld de Woedense Vakantieweek. Dus dat we allemaal het Woeden 650 jaar stempeltje krijgen. En dat kunnen wij niet als comité zelf allemaal borgen. Dus wij zijn er wel voor en door Woeden. Het leukste thema wat je kunt doen als een stad 650 jaar gaat bestaan. De rest is ook leuk, maar ik zou zeggen, kom bij deze groep voor fantastische ideeën. Dan maken we er echt een heel mooi jaar van. Ja, en misschien zijn er sommige van jullie die misschien wel hekel aan mij gaan krijgen als ik weer eens een keer aankom. Op het thema wijs zeg ik, ik heb onwijs veel sponsors nodig, dus ik ga zeker een jaar.
Angela is er al klaar voor. En jou hebben we een hekel, begrijp ik. Maar wij gaan de evenementen regelen en organiseren. Dus als mensen initiatieven hebben, activiteiten willen ontplooien, meld je. En dan gaan we kijken of we het in kunnen passen. En op de beste manier in kunnen passen en met elkaar. Het thema is natuurlijk doe mee, vier mee, iedereen moet meedoen. Dus daarom is het heel belangrijk dat alle groepen, gehandicapten, ouderen, iedereen moet ook de kans krijgen om dit feest mee te maken. Kom bij Sociaal Domein en we gaan het voor iedereen mooi maken. Nou, ik hoorde hier al een paar mensen toen het Woerden 600 jaar stad was. Ik weet het nog goed, als klein kind, ik liep in die kleding. Dus we moeten ook iets bedenken wat we met de kinderen en misschien wel vooral van de basisschoolleerlingen, maar ook van het voortgezet onderwijs, wat we kunnen bedenken. Goeie tip, André, kom bij mij in de groep. Laat mij zitten. En we gaan iets bedenken wat we met de scholen en andere educatieve instellingen kunnen doen. Communicatie. Als er mensen zijn die het leuk vinden om promotie te gaan maken voor alle verschillende activiteiten, kun je goed schrijven, ben je handig met social media, kun je mooie foto's maken, kom bij mij. Alle verenigingen en groepen die iets willen gaan doen en op een andere manier dat willen uiten, ik heb straks een mapje vol met logo's en huisvuil items die jullie kunnen gebruiken om te plaatsen op jullie promotie uit te doen. Ja, sporten doe je samen. Dus samen vermoeden, dus dat lijkt me hartstikke goed. En hartstikke leuk al die evenementen, maar sportevenementen zijn natuurlijk altijd de mooiste die er zijn. Dus komt er wel gewoon niks mee. Zeker. Ik wil wel. Ik doe het met deze. Nee, ja, 12 maart, dat is het belangrijkste voor mij. Dus dat, er zitten genoeg mensen hier ook vanuit de cultuurorganisatie die wel een feestje kunnen geven. Ik hoorde net Pieke en André afgegeven waren in een clubje, maar ik heb jullie wel nodig. Nou, het is geen beauty contest, dus het gaat erom. Het gaat er uiteindelijk om dat we met elkaar echt tot een activiteitenpakket komen. Vanuit jullie eigen kracht. En daar zoek je de juiste man of vrouw bij. Dus dat gaat zeker. Dus ik zie er wel aan dat jullie er zin in hebben. En neem nog wat. En gaan in gesprek met elkaar en met onze leden als werkgroep. Dank jullie wel.